Hey, goed dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering. In deze aflevering ga ik het hebben over hoe je succesvoller deals kan sluiten. Dus je bent in gesprek met een partij, ze hebben wel interesse in jouw producten en diensten, je hebt ergens wel een klik, maar toch komt die handtekening maar niet. Sneller, makkelijker deals leren sluiten met deze 10 checks. Ik ga ze in deze video allemaal met je doornemen. Hey, goed dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Timo Sonius en in deze video geef ik je meer inzicht over het sluiten van deals. En ik noem dat onder de noemer nieuw zicht. Vandaar NZ, nieuw zicht. Op het moment dat jij nou bezig bent met klanten, met potentiële kopers, dan wil je graag dat die koop rondkomt. Dan wil je graag dat die mensen zeggen, nou, klinkt goed, ziet er goed uit, je hebt ons goed geïnformeerd. Waar kunnen we onze handtekening zetten? Of hoe kunnen we het geld naar je overmaken? Of wanneer kan je de producten en diensten leveren? En 10 checks moeten in mijn beleving het voor jou makkelijker maken om die verkoop sneller rond te krijgen. En in de basis, dat zeg ik er eventjes meteen bij voordat we gaan beginnen. Ik ben niet van het misleiden. Niet misleiden, niet gladde verkooppraatjes, niet trucjes proberen waardoor mensen achteraf denken, wat heb ik gedaan? Nee, verkopen op een eerlijke manier, op een duidelijke manier. Transparant voor jou, maar ook transparant voor de koper. Dat die koper na de aankoop denkt, hier ben ik blij mee. En niet denkt, waar ben ik nou in getrapt? Waar heb ik nou mijn handtekening onder gezet? Dat wil ik niet. Dus als je dat zoekt, klik deze video lekker weg. Moet je even iemand anders hebben. Wil je dit niet, dan zit je goed. En dan ga ik beginnen met check 1. En check 1 is, bedenk altijd of je de oplossing verkoopt bij ze. Dus probeer te voorkomen dat je volledig gaat zitten in de details en de technische dingen. Verkoop de oplossing. Dus stel, heel simpel voorbeeld, maar eventjes ter vergelijking. Stel, iemand die woont in een nieuwbouwgebied, heeft altijd vieze ramen en jouw glazen wasservice zorgt ervoor dat ze altijd schone ramen hebben. Verkoop de oplossing. Snap je? Je bent een cateraar en er zit een bedrijf iets verderop, maar die hebben geen eigen keuken. Jij verkoopt dan als oplossing dat ze met de lunch altijd lekkere vers belegde broodjes hebben. Dus je verkoopt niet cateringaanbod A, broodjes hard, zacht. Nee, je verkoopt tijdens de lunch hebben jullie allemaal zonder zorgen, zonder omkijken, verse broodjes belegd. Jij hebt geen pakket A nodig waarin wij 2 keer in de week jouw ramen komen wassen. Nee, wij zorgen ervoor dat je altijd een mooi uitzicht hebt doordat je schone ramen hebt. Dus verkoop de oplossing. En dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar het kan ook in het financiële stuk zitten. Bijvoorbeeld dat jouw oplossing een besparing brengt. Bijvoorbeeld, dankzij ons product bespaart u per jaar x euro, x aantal uren. Of per week, of per maand, of misschien wel per dag. Breng de oplossing naar voren. Dat is mijn tip, mijn check nummer 1. Check nummer 2, herken de koopsignalen. Partijen, potentiële kopers, hebben koopsignalen. En koopsignalen, dat kunnen bijvoorbeeld zijn, ik denk wel dat zou passen binnen ons bedrijf. Of zie je het al voor je dat we daar volgende week mee naar die meeting gaan? Dat. Koopsignalen zijn dat. Dat zijn situaties waarin mensen zich herkennen in jouw producten en diensten. Dat ze denken, ik wil dit, dit past bij ons. Ik zie dit wel voor me. En het is makkelijker misschien te visualiseren met een bank. Je koopt een bank en je denkt, die zie ik wel in onze woonkamer staan. Hij zit heerlijk, hier zou ik wel een avondje op tv kunnen kijken. Dat zijn koopsignalen. En die koopsignalen moet je herkennen. Als je daar blind voor bent en je hebt dat dus niet door tijdens het gesprek, kan het gebeuren dat je blijft verkopen. Dat je dus maar blijft laten zien, dit kan er en de bank is hiervan gemaakt. En hier staat de fabriek. Maar soms is iemand al bewust van, dit wil ik. En het enige wat je dan nog moet doen is zeggen, kijk eens, hier kan je tekenen. In plaats van dat je hem blijft doorratelen over hoe geweldig het product is. Die persoon is al verkocht. Die is er al over uit.
Maar als jij vervolgens jouw verhaaltje blijft afsteken met maar verkoopopties, dan heeft die persoon ook zoiets van ja, en dan gaat dat piekmoment van ja, we willen het wel naar, joh, je loopt ons een beetje te vervelen, ik heb zo ook nog een afspraak, ik moet de kinderen ook nog ophalen, dus we komen er later op terug. En daar is die weer, de klassieke, we komen er later op terug. Dus let er goed op, zijn er koopsignalen, haak erop in. En probeer niet dan te doen van, oh ja, maar dan ben ik een slechte verkoper. Nee, dan ben je juist een goede verkoper. Koopsignaal, voorstel doen. Goh, kunnen we deal rondmaken? Goh, kan ik een overeenkomst opmaken? Joh, wanneer wil je hem geleverd hebben? Doorpakken. Dat is niet misleiden, dat is doorpakken. Oké, nummer 3. Stel directe vragen. En dit is een lastige, dat weet ik. Maar durf directe vragen te stellen. En met directe vragen bedoel ik bijvoorbeeld, stel, jij weet dat er een voor de hand liggend probleem is. Jij weet dat bijvoorbeeld die partij waarmee je nu in gesprek bent nog prijzen wil opvragen bij andere partijen. Dat kan, hè? Dat is niet erg. Dat is oké. Sterker nog, op het moment dat een keer iemand twijfelt en jij bent overtuigd dan dat jouw producten en diensten goed zijn, moet je gewoon kunnen zeggen tegen die potentiële koper, goh, als u nou nog eventjes andere prijzen wilt opvragen of bij andere winkels wilt kijken, doe dat gerust. Zo goed wil je zijn. Dat is een goede verkoper. Een goede verkoper is namelijk niet het mes op de keel en je moet nu bij ons kopen en je hebt nog maar 24 uur en Nee, een goede verkoper zorgt ervoor dat zijn producten en diensten geweldig zijn, waardoor die oprecht durft te zeggen, hey, kijk rustig nog even rond, hè. Is geen probleem. Als je nog even offertes wil afwachten van andere partijen, dat is goed, hè. Ik ben hier gewoon. Als er vragen zijn, ik ben er. Dat moet je kunnen doen. Even terugkomend op de directe vragen. Een directe vraag kan dus zijn, wilt u misschien nog offertes opvragen bij andere partijen? Dat is een directe vraag, toch? Het zit wel in je hoofd, die andere mensen spelen ermee, maar niemand brengt het te sprake. Breng het gewoon te sprake. Wat is er mis mee? Als je het allebei weet, waarom kan je het niet gewoon zeggen dan? Als je allebei weet dat iemand uit zijn mond stinkt, dan kan je allebei zitten, ja, niet te dicht bij me in de buurt, maar je kan ook zeggen, joh, misschien kan je even een kauwgompje pakken. Of misschien kan je even je tanden gaan poetsen. Snap je? Het is niet moeilijk, maar je moet het gewoon doen. Dat is het. Nog even een paar voorbeelden en ik kijk af en toe ook eventjes op mijn beeldscherm. Want wat ik eigenlijk doe is, ik heb hier een PDF die gaat over deals sluiten om meer nieuwe klanten binnen te halen. En daar heb ik die 10 tips ingezet. Dus als je nou na deze video denkt, ja Timo, ik wil ook even die 10 tips in die PDF. Geen probleem, die link ga ik straks nog even aan je noemen. Ander voorbeeld wat ik hier ook ingeef in directe vragen is, hoe vind je deze voorwaarden? Dus stel je legt een voorstel op tafel, iemand kijkt ernaar en zegt ja. Nou, dat ziet er op zich goed uit, maar ik kom er later bij je op terug. Ik denk er nog even over na. Dan kan je gewoon tegen die persoon zeggen, goh, dit is het voorstel. Je hebt het even doorgenomen. Wat vind je van dit voorstel? Wat vind je van de voorwaarden? Past de betalingstermijn bij je? Past de leveringstermijn bij je? Zijn er nog andere vragen over de voorwaarden die we hier hebben liggen? Durf die vraag te stellen. Durf ook voorbeelden te geven. Hè? Zoals die betalingsvoorwaarden. Want heel vaak durven mensen daar niet over te beginnen. Wees dan degene die het als eerste noemt. Joh, hoe vind je de betalingsvoorwaarden? Is dat oké voor je? Kan je hiermee uit? Anders kunnen we eventueel kijken of we nog iets anders kunnen bedenken. Maar dan moet ik even overleggen. Maak het in ieder geval bespreekbaar. Want misschien zegt die partij wel, ja, we wachten net op een grote klant en een aanbetaling en die zit nu niet lekker. Of misschien heb je wel met consumenten te maken die zeggen, ja, ik moet even wachten op mijn 13e maand of mijn vakantiegeld en dan, snap je? Zorg ervoor dat je het bespreekbaar maakt. Geloof mij, daardoor kom je oprecht over, eerlijker over, betrouwbaarder over en zal iemand veel eerder zeggen, joh, ik vind het gewoon fijn om met jou te praten, want ik kan gewoon alles aangeven en jij weet wel een oplossing. En dat is wat je wilt, toch? Wat ook een... Ja, vind ik wel een sterke vraag is, waarom kies je voor ons en niet voor iemand anders? Je haalt daar een paar dingen uit. Enerzijds haal je eruit waarom die persoon oprecht voor jullie kiest. En anderzijds haal je er ook uit wat dus jullie goede kanten zijn. Die je misschien weer een andere marketing-verkoopstrategieën kan gebruiken. Bijvoorbeeld, jullie zijn goed bereikbaar. Of jullie openingstijden, ja, die passen bij me. Of mijn werk zit hier om de hoek en daarom was ik hier toevallig in de buurt en kwam ik langs. Nou, dat is persoonsgebonden. Maar die openingstijden, hé, dat is interessant. Snap je? Oké, gaan wij alweer naar nummer 4. Prijsverlaging. Prijsverlaging lost
niks op. Het lost niks op. Niks op de lange termijn. Op de korte termijn denk je, yes, ik heb gewonnen. Op de lange termijn levert je niks op. Waarom? Je geeft geld weg. Je geeft korting, je geeft geld weg. Mensen hebben het idee dat ze een goede deal hebben. En jij hebt het idee dat je er ben in weggeschoten. Toch? Dat is het toch? Want als jij zegt, ja, maar ik kan iedereen wel korting geven, is geen probleem. Nou, dan vind ik gewoon dat je structureel te duur bent. Ja, het is toch raar als jij altijd korting kan geven bij mensen. Of ze nou een potlood bij je afnemen of 100 potloden. Je geeft altijd korting. Wat is jouw prijs dan waard? Als mensen weten dat je altijd korting geeft, wat is jouw prijs dan waard? Wat is jouw verhaal dan waard? Soms, en dan kijk ik eventjes naar Apple, soms moet je gewoon stug en eigenwijs zijn en gewoon zeggen, dit is onze prijs. Waar je het ook koopt, dit is ons product, dit is onze prijs. Koop je meerdere producten tegelijk, dan krijg je er iets bij. Dus we geven niet zozeer een korting, je krijgt er iets bij. Waarom? Dan krijgen ze nog een product waarmee ze ervaring krijgen en je hebt geen afbreuk gedaan aan je prijzen. Dus, ja, prijsverlaging lost niks op. Dus, wat ik daarmee wil zeggen is, kijk goed naar de waarde die je levert. Stel iemand valt om de prijs, hè, over de prijs en zegt, ja, het product is wel mooi, maar ik vind het toch een beetje aan de dure kant. Ja, dan geef ik meestal als voorbeeld, om eventjes aan te geven bij jou hoe je daar dus verschil in kan maken. Als ik zeg, voor 10 euro mag jij een rolletje plakband van me kopen. Ja, hoe graag wil je dan dat rolletje plakband, terwijl je eigenlijk helemaal geen rolletje plakband echt nodig hebt? Ja, waarschijnlijk zeg je dan, Timo, bedankt voor die aanbieding, maar ik hoef niet dat rolletje plakband van 10 euro, toch? Maar als ik nou tegen jou zeg, joh, ik heb hier een iPhone en die mag je kopen voor een tientje. Gewoon met doos, bon, alles erbij, krijg alles erbij, is niet gestolen, krijg je gewoon zo 10 euro. Dan zeg je waarschijnlijk, is goed, doe maar. Ook al heb je hem niet nodig. Ook al hou je niet eens van een iPhone. Ook al zeg je, ja, nee, dan zeg je 10 euro, is goed, hier heb je 10 euro. Geef maar. Want die raak je wel weer kwijt, die verhandel je wel weer, of je kan er iemand blij mee maken. Of misschien is die wel voor jezelf, tientje, niks. Maar dat is datzelfde tientje. Dus dat tientje voor het rolletje plakband is nee, en dat tientje voor die iPhone is ja. En dat bedoel ik met prijsverlaging lost niks op. Op het moment dat iemand valt over de prijs, verhoog de waarde. Voor mij wordt upgrade je. Dat je zegt, oké, okay, maar ja, nou, dit is het pakket van 1000 euro. Oké, okay, je vindt dat te duur, begrijp ik. We kunnen ook een hoger pakket gaan zitten. Dan betaal je 1200 euro, maar dan heb je dat ook erbij. Oh, dat wil je niet. We kunnen ook een goedkoper pakket doen. Dan gaat dat en dat wel eraf. Dat is net eigenlijk wat je heel graag wilde. Maar dan zitten we wel op een lagere prijs. Oh, dat wil je ook niet. Ja, dan is dit het pakket wat ik kan aanbieden. Of je moet iets inleveren aan functionaliteiten. Ben je goedkoper uit. Ja, of je kan er nog iets bij nemen, ben je ook iets meer kwijt. Dat is het. Zorg dat je die waarde op orde hebt. Want als het jouw prijs is en je staat erachter, ja, ga dan niet inleveren op prijs. Want de mensen die je de kortingen geeft, zijn vaak ook de mensen die het meeste zeuren. Ik heb partijen die bij mij denken, nou, voor een dubbie op de eerste rang kunnen we bij Timo wel weg, want ik ken hem via. En die mensen help ik dan, ook stom van mij, want ik blijf dat ook doen, die help ik dan. En toch zijn dat de mensen die me s'avonds laat bellen, appen, hey, kan je nog even dit doen? Waarom kan je dit niet sneller verregelen? Hey, ben je hier alweer klaar? De meeste mensen die korting krijgen, zijn de meeste mensen die vaak zeuren. Dus mijn persoonlijke mening, geef waarde, geen korting. Oké, check nummer 5. Stuur echt op de aankoop. Dus geen arrogantie, geen misleiding. Geef helder aan dat dat je doel is. Mijn doel is om jullie met dit product te zien vertrekken. Mijn doel is om te zorgen dat jullie dat bij mij gaan kopen. Dit is toch ook zo? Weer die transparantie, weer die eerlijkheid. Zeg het gewoon. En dat hoef je niet zo bot en hard, misschien zoals ik dat nu zeg. Maar joh, helemaal goed, fijn dat jullie er zijn. Goed dat we even zitten. Mijn doel is in ieder geval om te zorgen dat jullie genoeg informatie krijgen om dit product te kopen. Hey, dat is toch heel vriendelijk? Dat is toch heel netjes? Toch? In plaats van, goh, nou, we gaan vandaag een demo geven met heel veel informatie. En ik geef jullie ook nog brochures mee. En jullie krijgen ook nog een link naar de video. En ook nog de brochure digitaal. En jullie kunnen ook nog op onze website kijken. Daar staat ook heel veel informatie. Dan doe je een overload aan informatie. Geen mensen snappen er helemaal niks meer van. Dus het doel is verkopen. Duidelijk zijn.
Zie je het dan voor je, dat je in een bakkerij binnenkomt en dat die bakker zegt, goh, kijk even lekker rustig rond en ruik eventjes aan het brood. Als je eventjes de ingrediëntenlijsten wil zien, laat maar weten hoor, dan pak ik ze even. En ik zie je dan morgen weer, hè. Misschien dat je morgen iets wil kopen of volgende week, je hoeft niet vandaag een brood te kopen. En het slaat toch ook nergens op? En bij een bakker is het toch ook gewoon heel simpel, dit is het aanbod, dit kan je hier doen. Tuurlijk, koop een halfje. Als je niet zeker weet of je een heel brood wil, ook goed, dat. Draai er niet omheen. Doel is verkopen. Dus, wat ik eigenlijk hiermee aan wil geven, met tip nummer 5, stuur aan op de aankoop. Stuur er gewoon op aan. Dit is mijn doel. Dan wordt het ook Dan is het ook geen rare situatie op het moment dat je zegt van, joh, zijn je eruit? Wil je het kopen? Kan ik een contract opmaken? Dat iemand, oh nee, je overvalt me hier wel heel erg mee. Ik dacht dat we alleen maar informatie kwamen inwinnen. Nee, mijn doel was om jullie het product te verkopen. Dat heb ik gezegd, toch? Moet je zelf weten natuurlijk even dat het fijn vindt. Maar mijn voorstel is om eerlijk, transparant te zijn. En ja, dat is misschien een beetje direct, maar het werkt wel. Nummer 6. Beter vroeg dan laat. Beter vroeg dan laat heeft te maken met, je kan uren blijven praten over je verkoop. Maar je kan beter op een gegeven moment gewoon zeggen, joh, kan ik hem voor je inpakken? Wil je hem meenemen? Naar wie kan ik de factuur sturen? Wanneer wil je hem geleverd hebben? Zullen we hem morgen bij je leveren? Ik kan achter je aanrijden, leveren we hem meteen. Past hij in de auto, want dan leg ik hem er alvast in. In de breedste zin van het woord, echt. Soms moet je gewoon zeggen, beter vroeg dan laat. Dus beter te vroeg al zeggen, joh. En dan moet je niet overdrijven. Als je merkt dat iemand twijfelt, of als je merkt dat iemand er helemaal niet van gediend is, of iemand is veel te formeel, doe dat dan niet. Even een beetje, hè, logisch menselijk inzicht natuurlijk. Maar op het moment dat je nou merkt, ja, deze mensen zijn er eigenlijk al over uit. Ik doe gewoon een voorzetje. Kijk of ze me inkoppen. Toch? Het is niet moeilijk. Echt, het is niet moeilijk. Je moet maar zo denken. Stel, er komen 100 mensen in je winkel binnen. Ik noem het even winkel, hè. Kan ook je bedrijf zijn, kan je webshop zijn. Er komen 100 mensen binnen. En van die 100 mensen kopen er 5. Dan mis je er al 95. Hoe erg kan het dan zijn om bij die andere 95 nog even te zeggen, joh, kan ik hem inpakken? Zal ik hem voor je wegleggen? Eén van deze check uit te proberen. Probeer het gewoon. Misschien van die 95 die je hebt misgelopen, dat er dan toch nog 10 zeggen, oh, dat is goed, nou ja, je hebt ook gelijk. Waar wacht ik op? Doe maar gewoon. Dat is de eerste winst, toch? Tenminste, zo zie ik het. Dus stel de aankoop voor. Check nummer 7. Stop met de prijsfabeltjes. Stop ermee. Prijzen verstoppen en pas vertellen aan het einde. En dat mensen denken, oh, spannend, wat zou de prijs zijn? Ik weet het niet. Goh, spannend. Oh, die verkoper die blijft maar praten. Oh, ik moet maar informatie lezen en lange websitepagina's lezen. Maar goh, wat zou het nou kosten? Goh, wat zou het nou kosten? Doordat jij die prijs verborgen houdt, gaan mensen zich fixeren op die prijs. Als iemand ooit tegen je zegt, goh, wat kost dat? Noem de prijs. Van mij wordt een belachelijk bedrag, dat je zegt, oh dit kost 10.000 euro. Wat, 10.000 euro? Ik ga geen 10.000 euro. Voordat u wegrent, ik begrijp uw reactie, ik weet 100% zeker dat die prijs klopt. Mag ik van u 5 minuten? Mag ik van u 10 minuten? Om te laten zien wat u voor die 10.000 euro krijgt. Ook al zeggen ze meteen, oh, bij de concurrent is het maar 6.000. Oh, dat begrijp ik. Maar wij zijn niet de concurrent. We zijn een ander bedrijf en het komt misschien op hetzelfde neer, maar ik weet zeker dat als u weet wat ons product allemaal kan, dat u denkt, nou die 10.000 euro valt eigenlijk wel mee. Heeft u 5 minuten de tijd? Je hoeft niet een urenlange presentatie te gaan geven, heeft u. En dan is het jouw kracht om in die 5 minuten je USP's te tonen. Van joh, luister, hierom zijn wij uniek. Daarom zijn wij meer waard. Dit maakt ons product beter dan die van de concurrent. Snap je? Oké, stop met die prijsfabeltjes. En wat ik daarmee ook eigenlijk wil zeggen, wees gewoon eerlijk. Wees gewoon eerlijk over je prijs. Dit is het. Geen rare dingen, geen fabeltjes, geen rare gesprekken, geen mysterieuze. Dit is de prijs. Ik maak een offerte en dan zie je de prijs. Nee, ik denk dat het ongeveer 10.000. Al kost het 100 euro. Ik denk dat het ongeveer 100 euro gaat kosten. Maar ik stuur nog even een offerte met de exacte prijs. Nou, als dit 100 euro kost, het. Snap ik, geen probleem, begrijp de reactie. Ik stuur toch de offerte, als u hem dan alsnog afwijst,
begrijp ik dat. Maar dan hebben we even zwart op wit helder staan. Dan weet u ook precies wat u allemaal krijgt voor die 100 euro. Snap je? Het is niet moeilijk. Echt niet. Nummer 8. Check de derde tijdens de aankoop. Dus het kan zijn dat er een persoon mee is. Bijvoorbeeld een assistent of een collega of een partner of een zoon of dochter of een neef of een nicht. Er is iemand mee met die persoon waarmee je hebt afgesproken. Dat noemen we ook wel de derde persoon. En die derde persoon die heeft inbreng. Wat nog leuker is, die derde persoon heeft ook invloed. Die heeft invloed. Waarom? Dat is een vertrouwenspersoon van degene waar jij mee spreekt. Dus ook al denk je, oh, dat is maar de assistent of dat is maar de stageloper of dat is maar... Nooit zo denken. Elke persoon gelijk zien. Al zijn het kinderen, als er een kind van 8 meeloopt, die heeft ook een mening. En als die op een gegeven moment zegt, nou ja, ik vond het een beetje een rare verkoper. Of nee, ja, ik weet niet, het stonk daar heel erg. Of ik vind het gewoon saai hier. Als die persoon een negatieve ervaring heeft, of dat kind van 8, dan zal die koper, of die vader hè, waarschijnlijk, of die moeder, die zal dan denken, oh ja, nou ja, mijn kind vindt hier niet zo leuk, dus ik ga maar. Die persoon heeft dus invloed. Dat kind heeft dus invloed. Maar het kan ook een assistent zijn. Het kan zelfs een stageloper zijn. Een stageloper die mee is en die gewoon, weet ik wat, een snuffelstage van mij loopt. Of daar een half jaar stage moet lopen. En die is mee. En dat je denkt, ja, dat is een stageloper. Ja, maar die stageloper, die kent jouw potentiële koper langer dan jij. Dus die zal waarschijnlijk op de terugrit, of weet ik wat, of later op kantoor zeggen, goh, ja, nou, ik vond het wel een mooi product. Of nee, ik snapte dat product niet, want je stelde ook een paar vragen en dan gaf hij weer geen antwoord op. En snap je? Voorkom die misleiding. Zet die derde erbij. Die derde persoon hoort erbij. Betrek ze erbij. He, als die koper die zegt, of die potentiële koper zegt, nou ja, ik vind het wel leuk, dit en dat. En ja, oké, wat vind jij er eigenlijk van? Want hij geeft wel eens mee. Vind jij dit ook dat? Betrek die persoon erbij. Geloof me, ze hebben meer invloed dan je zou denken. Als je die persoon een beetje negeert, dan zal die persoon zich gaan vervelen. Zal die persoon een negatieve ervaring hebben. Dat is echt zo. En ook als die persoon er niet bij is, stel die persoon is er niet bij. Het gaat om de partner. Hè? Die persoon zegt, nee ja, mijn partner is thuis en die komt, ja, ik moest gewoon eventjes gaan kijken, maar ik weet niet zo goed. Oké, als je partner hier zou zijn, welke van de, weet ik wat, van ons aanbod zou hem of haar aanspreken? Ah ja, ja, ik denk wel die. Betrek die persoon erbij. Dat is goed, zullen we er even een foto van maken? Of maak even een foto met uw eigen toestel, dan kunt u die thuis laten zien. Hou het eerlijk. Het is toch allemaal niet zo moeilijk. Die derde persoon, die kan dus vaak de overtuiging geven. Ook van, stel dus je twijfel bij jouw eerste aanspreekpunt, bij je eerste contact. Dan kan die derde persoon zeggen, joh, die verkoop was hartstikke aardig. En ik heb nog even de reviews gelezen online, zag het er ook goed uit. Doe het nou maar. Dan kan die oude weg. He, dan kan die oude auto eruit, dan kan die oude koelkast weg. Dan kunnen we die oude, weet ik wat, softwareprogramma kunnen we eruit gooien, kunnen we een nieuwe nemen. Echt, je verbaast je misschien over hoeveel invloed die persoon heeft. Oké, nummer 9. Gratis proberen. Iemand die geen of weinig vertrouwen in je product heeft, die zal altijd willen testen, willen proberen, een demo willen ervaren. En dat kan voor- en nadeel hebben. Het voordeel kan zijn dat iemand echt merkt, oh ja, dit is wat ik wil en dit past. Maar het nadeel kan zijn, is dat mensen onbeperkt blijven proberen. En dat er steeds weer nieuwe mensen binnenkomen die komen proberen. En steeds weer niemand die eigenlijk koopt. En ik vergelijk het vaak met een vakantie. Als je een vakantie boekt, dan stuur je toch ook geen berichtje naar de vakantiepartij, hè, naar de vliegmaatschappij of wat dan ook. Met, joh, mag ik even een keertje proefvliegen? Mag ik even een keertje proefliggen in het bed op vakantie? Mag ik even een weekend naar die vakantiebestemming om even te ervaren hoe het is? Dat gebeurt toch ook niet? Sterker nog, ik denk dat als je ze opbelt, dat ze je uitlachen en dat ze zeggen, nou sorry, is het de bananensplit? En ze hangen op. Dus dat gaat niet gebeuren. Waarom doe jij het dan wel? Waarom? Als je weet dat het je niks brengt. En voor hetzelfde geld brengt het je wel wat. Dat kan. Misschien dat je zegt, ja, ik breng altijd samples uit. En dat is top en dat is echt dé manier om... Hé, hey, mijn zegen heb je. Maar als je nou weet dat het niet werkt. Als je nou weet, elke keer als ik wat gratis geef, elke keer als ik een demo geef, elke keer ben ik weer terug bij af en zeggen mensen... Dan moet je dat niet doen. Dat heeft niks met misleiden te maken. Dat heeft te maken met het punt dat ergens in jouw verkoopverhaal mensen het niet snappen, waardoor ze die demo willen en dus ook weer ervaren dat er iets niet klopt, waardoor ze afhaken.
Snap je? Dus het heeft niks te maken met jouw product of dienst. Dat heeft te maken met een hele warrig verhaal, waardoor die persoon eigenlijk niet de meerwaarde ziet van jouw producten en diensten, waardoor ze afhaken. Dus eigenlijk op het moment dat je nou zegt, wat je dan in zo'n situatie moet doen is, 1, altijd toelichten wat de retourmogelijkheden zijn, of de annuleringsmogelijkheden, of de ontbindingsmogelijkheden. Dat je bijvoorbeeld zegt, joh, dat kan, maar we hebben een 30 dagen niet goed geld terug garantie. Het enige verschil wat hier namelijk ontstaat is, je geeft ze de mogelijkheid om te proberen, maar je verwacht wel dat ze akkoord gaan met je. En dat zorgt even voor een drempeltje. Op het moment dat iemand echt geïnteresseerd is, dan zullen ze dat drempeltje nemen. Dan zullen ze zeggen, ja, ik wil het wel, maar ik wil ook niet spijt hebben. Dus prima, ik teken wel, doe wel, laat die garantie maar eens even zien. Ziet er goed uit. Prima, hier heb je het geld of hier heb je de getekende overeenkomst. Hier heb je de eerste aanbetaling. Ik ga ermee proberen starten. Die transactie zorgt er namelijk voor dat iemand serieus is. Iemand die aan het shoppen is en overal gratis accountjes wil aanmaken, die zal nooit serieus worden. Ik had dat laatst nog. Ik was een trial aan het proberen van, of tenminste, ik wilde een soort online software tool proberen voor webinars. Ik denk, nou, ik ben toch nieuwsgierig, ik wil het eens proberen. Ik moest zoveel gegevens invullen voor die partij. Mijn naam, mijn voornaam, achternaam, mijn mailadres, mijn telefoonnummer. Ik moest mijn bedrijfsadres invullen. Ik moest mijn KVK invullen. En nog iets. Nou, ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn echte mailadres ingevuld, want daarop kreeg ik de aanbieding binnen. En voor de rest heb ik de bedrijfsgegevens van het bedrijf ingevuld. Ja, sorry, ik wil dat gewoon niet allemaal delen. Mijn mailadres vind ik prima, hier heb je mijn mailadres. Mijn naam wil ik er ook nog wel aan toevoegen, want dan kan ik me in ieder geval uitschrijven als ik geen zin meer in je heb. Dat is het. En iedereen heeft meer dan één mailadres en je hebt allemaal wel een mailadres waar je denkt, nou, dat kan ik lekker gebruiken voor reclames en spam en zulke onzin. Dat gebruik ik daar ook voor. Waarom? Ik wil het gewoon proberen. En inderdaad, aan het einde van de rit was ik niet overtuigd, want ik vond het gewoon een heel slecht programma. Het werkte niet, het voldeed niet aan mijn verwachtingen. Ze hadden lovende reviews. Er klopt hier iets gewoon niet. Ik snap het niet. Vind het niet leuk. Past niet bij mij. Ik wil het niet. Nou, nee, niks opgeleverd. Demo, niks opgeleverd. En misschien ben ik het verkeerde voorbeeld. Maar geloof mij, er zijn veel meer mensen die zo werken en te werk gaan. Demootje proberen, het is niks. Volgende. Dus zorg ervoor dat je daar goed bewust van bent. Werkt het voor je? Lekker doen. Werkt het niet voor je? Probeer deze methode. Check nummer 10 en stevens de laatste. Geen noodzaak. Geen noodzaak. Het kan zijn dat er geen druk op de ketel zit. Het kan zijn dat mensen gewoon aan het kijken zijn. Stel, iemand die komt in de winter bij jou en die zegt, joh, ik ben op zoek naar, parasol. Hey. Iemand komt in de winter bij jou om een parasol te kopen. Ben op zoek naar een parasol. Goh, wat leuk. Nou, die hebben we natuurlijk. Wat goed dat u op zoek bent naar een parasol en dat u bij ons bent gekomen. Natuurlijk, we hebben prachtige parasols. Heeft u al iets op het oog? Heeft u al iets, heeft u al iets gezien wat u misschien past? Mag ik vragen waar het voor is? Is het voor u in de tuin? Of is het voor uw vakantie? Nee, het is voor in de tuin. Snap je? Er is geen noodzaak. Dus je kan het hele verkoopverhaal starten, je kan het hele gesprek gaan voeren. En misschien dat die persoon denkt, nou, als ik nou in de winter koop, krijg ik wel korting en dan... Dat kan allemaal. En misschien dat jij ook denkt, hey, zomerproducten verkoop ik in de winter ook met korting. Hey, win-win voor iedereen. Maar er is geen noodzaak. Dus als jij dan in één keer zegt, ja, maar dit is mijn prijs en hier hou ik aan vast en zo is het. Ja, als die persoon geen noodzaak heeft voor die parasol op dat moment, moet je er ook geen noodzaak van maken. Dan moet je misschien gewoon denken, nou kijk, dit is ons aanbod... Vind je het fijn als we een keer bij u langskomen om eventjes te kijken, om eventjes in te meten. Hè? Misschien is het wel een hele grote parasol, misschien heeft iemand wel een horecazaak. Dan zeg je, ik wil juist een parasol hebben voor in de winter, voor de overkapping, zodat mensen buiten kunnen roken. Ik noem maar wat, hè. Door vragen te stellen, kom je er ook achter wat iemand met een product wil gaan doen. Want misschien denk je nu, ja, parasols in de winter verkopen niet. Nou ja, tenzij het misschien een horecazaak is. Snap je? Dan heeft het weer hele andere redenen. Dus... De vraag die je dan moet neerleggen eigenlijk bij jezelf is er noodzaak om te kopen? Ja, kan je erop inspelen. Is die er niet, dan moet je ook geen druk erop leggen. En een gezonde druk zorgt altijd
op een gezonde manier voor resultaat. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat iemand denkt, ja, ik wil het wel, maar ik wil het ook weer niet en ik weet het niet zo goed. Meneer, mevrouw, persoon, weet ik voor wat, u kunt het product gewoon nemen. We hebben een annuleringstermijn van 30 dagen of een opzegtermijn van een maand. Of u kunt binnen 7 dagen, als u toch bedenkt, gewoon product terugbrengen, krijgt u geld terug. Dat is een gezonde druk. Waarom neemt u hem niet gewoon mee? Over 7 dagen, als u dan denkt van ik vind het niks, komt u hem gewoon terugbrengen. Een gezonde druk, er is niks aan de hand. Snap je? Dus die mensen, die kunnen namelijk van het een op het andere moment alsnog besluiten om het wel te doen. Dus daar wil je ook voor waken. Dus je wil iemand meenemen in het proces van oké, ik geef je tijd, maar als je het toch vroeg of laat gaat doen, waarom doe je het niet bij ons? We hebben een annuleringsverzekering of een annuleringsoptie. We hebben een garantie, een omruilgarantie. We hebben een niet goed geld teruggarantie. Snap je? Speel daar wel op in. Dus die gezonde druk, zonder dat je mensen eigenlijk irriteert of pusht, dat is gewoon belangrijk. Dat, als je dat mee weet te geven aan mensen, en dat is vaak dat onderbuikgevoel wat mensen ervaren bij je, dan hebben ze iets van, ja, ach ja, waarom zou ik het ook niet doen? Ik heb hem toch een keer nodig. Hey, ik heb nul betaald voor het parkeren. Waarom niet? Ik ben nu toch al helemaal hierheen gereden. Ik zit nu toch al een half uur op die website. Laat ik nu toch maar bestellen ook. Dat. Het is soms niet moeilijk. Nou, dat is eigenlijk eventjes mijn 10 tips. En samenvattend, doe wat anderen niet doen. Dat is gewoon samenvattend. Doe wat anderen niet doen. Als iedereen denkt, oh, we doen het zo en we gaan pushen en we gaan gladde verkooptrucjes proberen en we gaan mensen net zo lang bellen tot ze kopen of we gaan aanbieding naar aanbieding en korting naar... Allemaal niet doen. Kijk goed naar jezelf. Wie ben je? Waar wil je voor staan? Kijk naar je producten en diensten die je verkoopt. Waar wil je achter kunnen staan en kunnen zeggen, hier ben ik trots op. Zorg dat je dat op een overtuigende manier doet. En natuurlijk, heel veel mensen zullen dan misschien weglopen, maar op een gegeven moment zullen ook mensen bij je komen en zeggen, joh, dit is gewoon fijn. Je bent een fijne verkoper, je snapt het, je weet hoe je het moet doen, je weet dat er nooit druk op zit, dat, prettig. Dus ik beveel je aan in mijn netwerk. En dan in één keer kan het hard gaan. Snap je? Oké, dus dit zijn de 10 checks tijdens een gesprek. Opsommend, verkoop de oplossing. Koopsignalen herkennen, durf directe vragen te stellen, prijsverlaging lost niks op, stuur aan op de aankoop, beter vroeg dan laat. 7, stop de prijsfabeltjes, niet zo sneaky doen. Nummer 8, de derde persoon tijdens de aankoop. Nummer 9, het gratis proberen. En nummer 10, geen noodzaak hebben. Dat kan. Stel goede vragen. Geloof mij, dan kom je eruit. Op mijn website 360nz.nl kan je, als je dat wil, een gratis account aanmaken. Krijg je toegang tot video's. Op het moment dat je nou denkt, Timo, dat wil ik helemaal niet. Dan moet je dat niet doen. Wil je deze PDF nou hebben? Komt die. Moet je even een gratis account aanmaken op mijn website. Als je dan ingelogd bent, staat ergens gratis tools uit mijn hoofd. En daaronder staat deze PDF samen met volgens mij nog 8 andere PDF's. Dus in mijn beleving de moeite waard. Bedankt weer voor het kijken of het luisteren, mocht je de podcast hebben gedaan. En ik zie je graag weer in de volgende aflevering van 360 Nieuw Zicht. Dankjewel en tot snel.